De stichting Frederik Arnold van Russel heeft vandaag 60 voedselpakketten geschonken aan mensen met een beperking van Saramaka. De overhandiging vond plaats in de multifunctionele zaal in het district. De stichting heeft eerder deze maand aan het commissariaat van Saramaka gevraagd om 60 personen met een beperking te identificeren, zodat die in aanmerking kunnen komen voor een pakket. Een deel van de levensmiddelen in de pakketten heeft de stichting ontvangen uit Nederland. De rest is aangevuld uit eigen middelen. Frederik van Russel, voorzitter van de stichting, zegt dat zijn organisatie vanaf 2015 activiteiten organiseert voor mensen met een beperking. Volgens hem is er deze keer bewust gekozen voor mensen uit een district. Sinds toen hebben wij verschillende activiteiten georganiseerd, maar steeds in Paramaribo. Dat er steeds alleen de mensen in Paramaribo waren die in aanmerking kwamen, vonden wij niet goed. Dus hebben wij besloten deze keer naar een district te gaan. Daarom dat wij hier zijn vandaag, in het district Saramaka. Frederik van Russel, voorzitter van de stichting Frederik Arnold van Russel. Vanmorgen tijdens de overhandiging van voedselpakketten in Saramaka. De levensmiddelen zijn geschonken aan mensen met een beperking.